in het kader van de herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie spraken wij dan ook met minister Ashna Kanhai, gewezen ambassadeur uit India. En aan haar vroegen wij over een aantal zaken wat betreft Suriname en India. Nou, ze heeft dat land 10 jaar lang van dichtbij gezien en wel ook als vrouw en ook vanuit een topfunctie. En dat nu herleiden naar de Surinaamse situatie, naar de nazaten, naar de Hindoestanen, hoe zit dat allemaal in elkaar. U hoort meester Ashna Kanhai, advocaat, tevens gewezen ambassadeur van India. Meester Kanhai, u heeft er bijkans 10 jaar gediend als ambassadeur in India. En u weet, de keuze bestond er bij de contractarbeiders, ja. Blijven of weggaan. Ja. U bent er, u hebt alles 10 jaren lang van dichtbij gezien. Ja. Voor zij die de keuze hebben gemaakt om te blijven, of zij die de keuze hebben gemaakt om weg te gaan, wat zegt u? Ik denk blijven, ja zeker. Maar wat ook een mooie ervaring was, is dus in het laatste jaar voordat ik terugkwam uit India, ben ik dus het dorp gaan opzoeken van mijn voorouders. En dat was in Uttar Pradesh, bij de plaats Basti. Het bleek uiteindelijk dat ze daar niet waren geweest, maar wel ergens anders. Dus ook sommige van de archiefgegevens waren niet helemaal accuraat misschien voor wat betreft mijn familie. Maar ik heb bijvoorbeeld wel kunnen achterhalen waar mijn vaders familie uiteindelijk vandaan kwam. We zijn naar het dorp geweest. We hebben, wat mij dus heel erg opviel, was dat we konden praten zoals we hier. Je zegt, hamlok bolila Hindustani. Dus dat was, zo was het. Zo hebben we daar wel kunnen praten met de mensen. En het was een goed gevoel om te zien waar we vandaan komen. Maar het is een beter gevoel om te zien waar we vandaag zijn. En je hebt dus het dorp gezien. Ja. Hoe is het leven daar nog? Zeer primitief? Zeer primitief, ja. Het was primitief in de zin van een landbouwers. Dus die huisjes waren heel klein. Liep toch? Met klei geliepen had je nog. Je had ook stenen huisjes. Maar kleine huisjes, hele simpele setting. Wat je ook zag waren grote landbouwgronden. Zag je dus. Ja, het waren nog steeds. Ik denk, als we daar waren gebleven, waren we waarschijnlijk in die velden aan het werk. Ja. Ja. En hoe was het met de vrouwen daar? Ja, dus je zag natuurlijk dat de vrouwen in Uttar Pradesh hebben, omdat ze landbouwers vrouwen zijn, werken ze even hard mee natuurlijk. Maar u begrijpt wel dat er traditioneel bepaalde posities zijn die de vrouw niet zou mogen bekleden. Een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld is dat toen ik naar Uttar Pradesh ging als gast van de Chief Minister, Sri Yogi Adityanath, werd ik dus in een auto rondgebracht en dan had ik 2 politiemannen die me continu met sir aanspraken. Men kent het concept niet van een vrouw in een bepaalde leidinggevende positie die ze madam zegt. Dus met mevrouw spreekt niemand je daar aan, iedereen zegt sir. Mm. Omdat het is zo ingebakken dat iedereen die een bepaalde positie heeft, wordt met sir aangesproken, meneer. Dus elke keer moest ik corrigeren. En op een gegeven moment, na een halve dag of zo, want ja, die beveiligingsmensen die waren dus al door met ons. Maar ook de ambtenaren van die deelstaat, die zeiden dan ook, madam sir. Maar dan wel sir, erbij. Ja, dus dat was, ja, dat gaf wel aan waar de vrouw eigenlijk uiteindelijk staat. Ja. En 10 jaren in India, welke verrijking heeft het voor u gebracht? Het heeft me verrijkt in de zin van wat ik altijd blijf zeggen hoor. Wat in India altijd kan, is men kan zich heel goed improviseren in een bepaalde situatie. Wat voor situatie dan ook, je lost het op de een of andere manier wel op. Weet je, soms heb je een klein probleem, soms heb je iets groter probleem, maar met een of andere creatieve oplossing. En ik zeg het altijd, die jugaad, dat mis ik wel. Mm-hmm. Maar dat was ook een verrijking voor mij. Dus misschien is het omdat het zo'n groot land is met zoveel opties, dat je dan ziet wat je allemaal zou kunnen, maar wat je misschien niet doet, toch? En dat was voor mij wel een verrijking. Ja. Ja. En de Indiërs zijn dus gegaan naar Suriname, Suriname. Ja. Is Suriname bekend in India? Nee, dus Suriname is bekend omdat ze Suriname altijd in één adem noemen met Fiji en Mauritius. Want daar zijn de Kantrakis, zo worden dus onze voorouders worden Kantrakis genoemd in India. Dus dat bewustwordings
gevoel eigenlijk van, wacht even, er zijn mensen uit India gegaan naar Suriname, naar Fiji, naar Mauritius, naar Guyana en de West Indies. Ik denk dat dat is begonnen nadat cricket eigenlijk in de 80er jaren en de West Indies een actieve rol begon te spelen in dat hele cricket gebeuren. Toen pas is bij India eigenlijk het besef gekomen van, wacht even, er zijn verschillende andere landen ook. Maar u weet ook dat bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, die was al een beetje begonnen met het aantrekken van de overzeese Indiase diaspora. Alleen de contractarbeiders hadden natuurlijk dat allemaal niet mee. Kijk, wat men vergeet is dat er aan het eind van de 19e eeuw een grote hongersnood was in Uttar Pradesh. En Uttar Pradesh een regio was waar er op een hele geavanceerde manier, voor toen, suiker werd gecultiveerd. Mm. Daarom kwamen die mensen uit Uttar Pradesh. Want iedereen zei van, dus daarom, skilled labor. Dus dat betekent, mensen, dus deskundige arbeiders werden gehaald om hier op de suikerplantages te komen werken. Daarom Uttar Pradesh. Ja. Maar de markt daar had een dip gehad, omdat er een hongersnood uitbrak. En kort daarna zijn dus die mensen met name aan deze kant gekomen. En ieder bekijkt de herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie op zijn of haar eigen manier. Meester Kanhai, hoe is het dat voor u? Ja, je bent natuurlijk blij dat je eigenlijk een... hoe zeg je dat? Je roots hebt in India. Maar je hebt natuurlijk ook je land, wat Suriname is. Dus wat leuk, en dat zeg ik altijd. Wij zijn eigenlijk zo rijk, omdat we ons kunnen verbinden. Eigenlijk zijn wij wereldburgers, toch? Want we kunnen ons verbinden met een land zo ver van ons. En iedereen zegt, je moet naar India zijn geweest om te begrijpen. Maar eigenlijk dragen we allemaal een klein beetje India in ons. Of het nou tradities zijn, of het de taal is, of het onze appearance is, hoe we eruit zien is, weet je. Dus hoe is het voor me? Ik voel me trots om een Surinamer te zijn van Hindoestaanse afkomst, absoluut. En toen u daar was, 10 jaar lang, wat miste u van Suriname? Ik miste de verschillende gezichten van de mensen. Ik zag dus steeds eenzelfde soort mensen in de meerderheid. Dus dat, die multi-etniciteit, wat we hier kennen, dat miste ik daar. In de initiële maanden had ik zoiets van, mijn god, waar zijn die Afghaanse mensen? Waar zijn die Creoolse mensen? Als je naar de stad gaat, dan zie je toch een hele mix en zo. Dus dat miste ik in het begin. En wat daarna was, natuurlijk ga je begrijpen en beseffen dat Indiase masala niet. Masala is doksa masala, wat wij kennen, weet je? En dan ga je merken dat hoewel India het land is van onze voorouders, India niet ons land meer is. Want kleine dingen, dagelijkse dingen, heeft India niet en India nooit gehad, die we hier wel hebben. Dus dat miste ik wel, ja. En nu u een x-aantal jaren in Suriname bent, wat mist u van India? Wat ik nu mis van India, met name met hoogtij, Hindoedagen, de festiviteiten rondom de Hindoedagen, dat mis ik wel af en toe. Maar heel af en toe kan ik zeggen van, weet je, ik lust dat eten wat je bijvoorbeeld dat streetfood, dat je gewoon echt op straat kan gaan en voor bijna niks gewoon iets lekkers kan kopen en snacken, dat mis ik wel eens, ja. En, maar niets gaat boven het Surinaams eten, hoor. En 10 jaar in een ander land zijn, wat heeft dat u leren respecteren van het eigene? Wat het mij heeft leren respecteren van het eigene is dat wij toch meer betrokken zijn bij elkaar. Omdat India natuurlijk een groter land is. Ik heb in een metropolitanische stad gewoond. Delhi is natuurlijk groot. Niemand heeft tijd voor elkaar. Niemand weet. Weet je, het gaat echt langs elkaar. Dus wat ik daar heb leren respecteren van wat wij hier hebben, is sowieso de rol van de vrouw, de positie van de vrouw. Ja, Surinaamse vrouwen. Ja. Weet je. Maar dat we betrokken zijn. Weet je, bij elkaar. En Surinamers helpen elkaar toch wanneer het erop aankomt, hoor. Ja. En de rol van de Hindoestaanse vrouw. Ja.
Ja, nu, hoe ziet u dat? U bent een jonge nazaat met een topfunctie. Ja? Ja. Hoe ziet u die ontwikkeling? Ik vind het geweldig dat vrouwen zich nu profileren, meer profileren. Ik vind dat er veel Hindoestaanse jonge vrouwen zijn die niet alleen studeren, maar ook ondernemen. Toch? Dus na studeren zie je ook dat er vrouwen overgaan tot... En over het algemeen, de Surinaamse vrouw over het algemeen gaat steeds meer ondernemen. Dus ik ben daar wel heel trots op, ja. Ja. Men zegt dat onze voorouders de weg hebben geplaveid. Ja. Ja? Wat zetten de huidige generatie voort en wat dreigt verloren te gaan? Ja, dus wat wel verloren dreigt te gaan is de taal. En dat vind ik echt heel jammer. Ik vind het jammer dat we geen Sarnami... Het zou een harte wens zijn, als u hebt me die vraag niet gesteld en toch zeg ik het. Ik vind dat we even moeten gaan kijken om meerdere talen te hebben in Suriname. Erkende Surinaamse talen. Weet je, het maakt alleen maar... Hoe meer diversiteit we hebben, hoe mooier het is, toch? Om te zeggen van dat hebben we ook en dat hebben we ook. Dus het zou mij een groot plezier doen als we erover nadenken om die taal ook levend te houden. Zodat het ooit misschien ook een van de talen is van Suriname. De spreektalen van Suriname. Ja. Dus ik vind dat verloren gaat een beetje. Over onze tradities hoef ik niet te spreken, want die houden we sowieso in ere. Voor zover het kan. Wat ik wel leuk vind, is ook dat we het versurinamiseerd hebben. Dus dat is heel leuk om te zien dat er sommige hindoe- en moslimfeestdagen, maar ook de dag van de immigratie wordt nu eigenlijk gevierd, weet je. Dus we vergeten niet dat die legacy van wat u zegt, de weg is geplaveid door hen. En zo moeten we ze ook in ere houden. Maar de taal, echt. Ik blijf het zeggen, we moeten echt hamlokje chahi tanise sarnami bolike. Wat maakt u trots wanneer het aankomt op de nazaat en in deze dan de Hindoestaanse jongeren? Wat me trots maakt is wanneer ik zie dat jonge mensen, jonge Hindoestaanse, ja, de jeugd eigenlijk, die twee identiteiten zo goed kan combineren. Want je ziet er Hindoestaans uit, je ziet er Indiaans uit, maar je bent wel Surinamer. Maar wat me dus echt trots maakt is dat we eigenlijk die drive die onze voorouders hadden om vooruit te komen en progressief te blijven. Want het is een hele progressieve stap geweest om je moederland te laten en te zeggen van en ik ga toch daar. En dan kom je hier na 5 jaar en u besluit na het contract eigenlijk te blijven. Dat geeft aan dat we een bepaalde doorzettingsvermogen hebben. En ik merk wel dat we dat als Hindoestaanse Surinamers, dat we dat ook voortzetten. Dus dat maakt me trots. Ja, wat maakt u boos op diezelfde jongeren? Wat me soms boos maakt is, en dat heb ik ook gezien in India, we hebben het echt daar vandaan, die powa om te drinken af en toe. Dus ja, ik zou zeggen, het hoeft niet altijd met een Johnny Walker of met een biertje erbij. Het kan ook zonder. En ik denk dat we als Hindoestanen minder moeten gaan drinken. Ja. Alcohol. En als men in staat is, als de financiën het toelaten, is India voor de nazaat een land om ooit te gaan zien? Ja, absoluut. Het is goed om te zien. Maar wat het bij mij dus heeft teweeggebracht, is dat het een ander land is. Het is weliswaar het land van mijn voorouders, maar het is niet mijn land. En het is wel mooi om te zien waar ze vandaan kwamen. Dat absoluut. Voordat u gaat afsluiten, want u gaat afsluiten, wil ik iedereen feliciteren met dit land. In feite moeten we elkaar feliciteren met dit moment. Dat zij het toen hebben gedurfd en dat wij het voortzetten. Dus gefeliciteerd. Hoe weet u dat ik zou afsluiten? Ja, ik zou u vragen, wat is uw felicitatieboodschap? Ja, mijn felicitatieboodschap is, hou vooral onze voorouders in ere. Want wat zij hebben gedaan, is wat wij moeten voortzetten.